Willen jullie mijn mening horen over Aquarium Speciaalzaak Utaka in Amersfoort? Blijf dan zeker en vast kijken. Hij komt zo meteen. Hallo en welkom terug op het kanaal van Aquarium St. James Valley. Mijn naam is Dominique Maas. Met mijn kanaal is het de bedoeling om zoveel mogelijk gratis, betrouwbare, begrijpbare, hapklare en to-the-point informatie te geven over het houden van aquarium naar jullie toe. Wil je op de hoogte gebracht worden van nieuwe updates? Klik zeker en vast op abonneren en het belletjes-icoon. Wanneer je nog iets dieper wilt ingaan op aquaristiek, kijk dan zeker en vast ook eens op de Patreon-pagina. Daar zijn we bezig met het oprichten van een premium aquariumclubje. Op donderdag 14 februari, Valentijnsdag, stond er een vergadering gepland van Discus Club Holland. Ik ging dus naar Nederland rijden om daar de vergadering bij te wonen. Normaal gezien sta ik minstens 1 uur vast in Antwerpen en deze keer was het niet het geval. Ik kon vrij vlot door Antwerpen passeren. Dus dacht ik onderweg, misschien ga ik nog eens een aquariumzaak gaan bezoeken. Ik kwam vrij snel tot de beslissing dat ik zou gaan naar Utaka. Een aquariumspeciaalzaak waar de laatste tijd heel veel dingen over gezegd zijn geweest. Onder andere in een video waar ik een interview doe met Menno Lagerwey. Dus onderweg dacht ik van, ik zal toch veel te vroeg zijn voor de vergadering. Ik stuur een berichtje naar Menno dat ik onderweg ben naar Utaka. Menno sprokkelde onmiddellijk al zijn spullen samen en ging ook richting Utaka. Toen ik bij Utaka aankwam, wist ik onmiddellijk dat ik juist zat. Menno zijn vervoer stond al klaar voor de deur. Toen ik de winkel binnenkwam, had ik onmiddellijk de indruk dat er zoveel mogelijk aquaria waren geplaatst in de winkel zelf. Toen ik naar de bakken ging kijken, wist ik ook onmiddellijk waarom. Er was zeker en vast geen gebrek aan een ruim gamma aan visjes. De gewone klassieke dingen, maar ook verschillende minder klassieke dingen, zelfs bijna zeldzame dingen. We zien er nu een foto van het allereerste aquarium wat ik had gezien. Aangezien ik ervan overtuigd ben dat beelden veel meer zeggen dan woorden, gaan we gewoon een aantal foto's overlopen. Als we hier kijken naar de kleuren van de vissen, dan weten we genoeg. Deze dieren zijn gezond en voelen zich goed. Ik heb samen met Menno de ganse bovenafdeling bekeken, tot in detail, en ik was echt op zoek naar zieke vissen. Het is misschien een beetje de aard van het beestje, maar ik ben nu eenmaal zo. Aan de hand van de zieke vissen kan je meestal zien of een winkel goed is of niet. Zieke vissen in een winkel heb je altijd. We zitten altijd met een toevoer van nieuwe vissen en de kans is vrij groot dat er wel ergens een ziek visje te vinden is. Dat is volstrekt normaal. Althans, dat dacht ik. Ik heb 1 visje gezien die er iets minder gezond uitzag, maar verre van ziek was. 1. Slechts 1. Oké, ik zou liegen, er was 1 aquarium die onder de medicatie zat en dit was ook vrij duidelijk en heel mooi aangegeven dat het effectief zo was. Nadat ik alle aquaria had bekeken, heb ik ook even gekeken naar de producten die aanwezig waren in de winkel. Het viel mij onmiddellijk op dat niet het ganse assortiment van bepaalde merken aanwezig was. Maar veelal de dingen waar ik zelf ook van vind dat ze goed zijn. De minder goede dingen vond ik simpelweg niet. Nadat ik de ganse bovenafdeling had bekeken, nam ik de trap naar de kelderafdeling. Het eerste wat ik zag was een personeelslid die bezig was met een waterwissel te doen en onderhoud te doen. Gewoon netjes schaamteloos terwijl de winkel open is. Zoals het hoort, met andere woorden. Het is zeker en vast geen schande. Integendeel, het is als een positief punt dat men hier duidelijk bezig is met waterwissels en onderhoud aan de aquaria. Geloof mij, ik ken andere winkels. Ik vond er een aantal iets uniekere visjes, al moest ik soms wel heel goed kijken. Als je dan een bak passeert met niets anders dan prachtige, mooie, grote altums, bijna even groot als mijn hand, dan ben je toch blij dat je die trap naar beneden bent gegaan. Het water in de aquaria was overal glashelder. Ongetwijfeld heeft het te maken met een goed onderhoud en een geregelde waterwissel. Ook deze Brochis multiradiatus heb ik nog maar zelden gezien in dit formaat. Ze zitten hier een stuk verder van mijn hand, kan ik u garanderen dat ze bijna even groot waren als mijn hand. Ik heb ze nog maar zelden zo groot te koop gezien in een winkel, en als ik dan keek naar de prijs, vond ik persoonlijk ze zelfs te goedkoop. Met andere woorden, zeker en vast niet duur. Het was voor mij dus zeker en vast de moeite waard om eens langs te gaan. Ik heb op Facebook onmiddellijk een bericht geplaatst, terwijl ik nog in de zaak aanwezig was, dat dit de eerste winkel was waar ik met zo'n brede glimlach kon naar buiten gaan en dat ik niet 1 enkele aanmerking had. Met andere woorden, mijn mening over Aquarium Speciaalzaak Utaka in Amersfoort is vrij eenvoudig. Ik vind het een hele goede winkel, ik vind het een topwinkel. Wat hij op zijn visitekaartje plaatst, duidt op het feit dat hij puur principieel bezig is enkel en alleen met de gezondheid van dieren. En ik denk dat dat de beste eigenschap is die een aquariumwinkel kan hebben. Ben je dus op zoek naar een aantal uniekere soorten of soorten wildvang die je minder gemakkelijk kan vinden, ga dan zeker en vast eens langs in Utaka in Amersfoort. Het is een winkel die ik zeker en vast zou aanraden. Ik hoop dat ik met deze video u een klein beetje heb kunnen helpen met de zoektocht naar een goed aquariumwinkel. Als je zelf ook nog een aantal van deze hele goede winkels kent, geef dan gerust de naam van deze winkels hieronder in de comments op YouTube. Wie weet vind ik ooit de tijd om er eens langs te gaan en doe ik een video ook voor hen. Bedankt om te kijken, we zien elkaar in de volgende video. Fijne avond nog, dag!